Hallo, daar was ik weer. Hierbij weer een review haul update, hoe je het ook wil noemen. Ik moet jullie eerst even wat uitleggen. Het vorige filmpje, sommige mensen begrepen dat niet, want ja, er zijn een paar mensen die zijn op mij geabonneerd op mijn kanaal om zeg maar mijn beauty video's een beetje te bekijken. En opeens kwam ik met zo'n ja, een beetje een raar filmpje tussendoor. Dus heel veel mensen hadden die zoiets van, ja, zit je nou ons belachelijk te maken of zo? Nou, ik bedoelde echt niet gemeen tegenover andere mensen. Maar ik had dus een haul gemaakt over de spullen die ik had gekocht in Newcastle. En blijkbaar vond een groep mensen dat echt heel grappig. En die hebben mij na zitten doen met een masker op en zo. Nou goed, ik vond dat wel grappig gedaan. Beetje jammer dat het anoniem was. En dat alle andere filmpjes, dat je wel hun gezicht kon zien. Ik weet niet wat daar het nut van was. Was wel grappig. Alleen toen gingen ze ook nog eens een ander filmpje van me nadoen. Mijn make-up routine. En die was echt niet grappig. Die was gewoon vies. Ze zitten zelf het hardst te lachen. En je ziet zeg maar ze okselhaar. Dus gewoon, die was gewoon niet leuk. Die eerste was wel leuk. Maar ik dacht, nou, ik ga er gewoon kinderachtig op terug reageren. Van, haha, kijk ons. We maken een grapje. En zelf lachen we het hardst om. Nou, ik dacht, dat kan ik ook. Dus hierbij. Ik heb niemand, ik wou gewoon even leuk terug doen, dan maar zo. Nou ja, ik heb nog wat dingen gekocht de afgelopen dagen. Dat is een prijscircus bij V&D, daar ben ik even naartoe geweest. Nou, ik wou de Sephora dingen natuurlijk, maar hier in Hellevoetsluis hebben we geen Sephora afdeling, behal. Dus ik hoop morgen nog ergens wat in Rotterdam te scoren, als er hopelijk nog wat is. Ik heb in ieder geval de 3 voor 9 euro van Inecto. De kokosproducten. Heb ik er 3 voor 9 euro uitgezocht. Ik had daar al een shampoo van en een crème gebruik ik al een aantal jaren. Ik vind dat niet. Je ruikt wel kokos, maar meestal is het heel erg overheersend. En dit is gewoon een fijne geur. Ik heb een leave-in conditioner gekocht van coconut oil. Ik gebruik zelf geen conditioner. Ik gebruik soms een crème voeding, maar mijn haar is vrij snel vet. Dus conditioner is dan niet zo heel fijn, want dan moet je het echt elke dag gaan wassen. Maar het is wel mijn haar, zeg maar, dan wel moeilijk daardoor kambaar. En ik wil het ook wel zacht hebben, maar niet vet. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik deze maar proberen. En ik heb hem vandaag geprobeerd en hij is niet heel vet. Je voelt hem ook niet echt zitten, maar je haar wordt wel dat je het makkelijk door kan kammen. En het ja, geeft het lekker fris gevoel. Dus ik vind het wel een hele fijne. Als je zeg maar vet haar hebt en je wil niet conditioners gebruiken, dan is een leave-in conditioner erg fijn. Dan heb ik nog eens een serum gekocht. Nou, ik gebruik al heel lang een serum. Ja, dat is zeg maar een van de beste dingen die je voor je haar kan gebruiken. Erg fijn altijd. Ja, gaat van glanzen. Je hebt er maar weinig van nodig. Gaat lekker ruiken. Wordt super zacht. Echt, een serum maakt je haar echt geweldig. Nou, heb ik altijd van Gliscuur gebruikt. Nou, die vond ik wel fijn. Maar nu heb ik vandaag deze voor het eerst gebruikt. En ik merk gelijk, deze is echt 10 keer beter. Maar wordt gelijk zacht. En dat was bij die andere niet. Ik kreeg wel ja, fijn haar en mooi glans. Maar dit maakt het echt heel zacht. Echt zacht, ik zweer het je. En niet vet. Zolang je het gewoon ja, een paar druppels gebruikt, is het gewoon super fijn. En dan heb ik een daily moisturizer gekocht. Die heb ik nog niet gebruikt. Ja, op mijn handen heb ik hem even gebruikt. Hij is niet zo heel erg vet. En ik heb een vrij droge huid op mijn gezicht dan. Dus, en ik gebruik al een tijdje dezelfde crème. Ik merk dat mijn huid daar gaat wennen. Dus dan wordt het helemaal droog. Dus dan moet ik echt weer een andere crème gaan vinden die fijn is. En ik hoop dat deze een beetje daaraan voldoet. Ik weet nog niet. Hij ruikt fijn en hij is niet zo dik en hij voelt lekker fijn aan. Maar ik weet niet of het ook fijn is op je gezicht voor een droge huid. Dan heb ik Yes to Carrots. Carrots, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Gekocht shampoo. Bij de tuinen, 6 euro.
Nou, dat is echt heel goedkoop voor zo'n grote fles. Er zit gewoon een halve liter in. Voor 6 euro. En deze shampoo is echt geweldig. Heel veel mensen hebben zoiets van, ja, what the fuck, ga je nou wortelshampoo kopen? Maar er zit ook dodenzeemodder, wortel, pompoen, bataat, meloen, sinaasappel en honing in. En hij is echt heel fijn. Hij maakt je haar niet snel droog of vet. En hij laat een heel subtiel geurtje achter. Maar hij is echt heel goed. Ga hem alsjeblieft kopen. Ik ben van plan nog veel meer te gaan kopen van dit merk. Want ik heb er zoveel goeds over gehoord. En ik ben er nu zelf ook helemaal achter gekomen. Dat is echt. I love it. En ik heb hem nu al 2 keer gebruikt. En je ziet dat er amper iets uit is. Die doet hier echt super lang mee. Nou, toen nog bij het prijzencircus had ik een Nivea Body Summer Beauty gekocht. Voor een kleurtje. En dan staat ook dat het versteviging geeft. Nou ja, daar geloof ik niet zo in. Maar ja, ik ben behoorlijk wit altijd. Na een tijdje geen zon. Dan zie je echt wel heel erg. En dan lijk ik heel ziek. En een beetje blush of zo helpt dan echt niet meer. Want ik ben echt lijkbleek. En ik ben altijd wel bang voor deze dingen dat je echt oranje plekken krijgt. Maar ik weet dat als je echt je huid goed verzorgt en het scrubt voordat je het opbrengt en het gewoon heel goed uitsmeert. Ik ben er gewoon echt zo de hele tijd blijven smeren terwijl het al helemaal ingetrokken was. Dat het dan eigenlijk geen probleem meer op moet leveren. En ik heb het vanochtend op mijn armen en op mijn benen en op mijn gezicht en mijn hals en zo aangebracht. En ik zie nog niks. Alleen op mijn litteken is een beetje oranje geworden. Dat is wel raar. Nou, dan ga ik gewoon kijken of het werkt. En ik hoop dat het geen oranje vlekken oplevert. Deze was 5 euro in de aanbieding. En toen heb ik nog bij de Kruidvat een nagellak van Essence, 50's Forever. Ik heb echt al super lang geen nagellak gebruikt. Want ik ben echt aan knoeien. En ik heb kleine nagels. En ze breken snel af. En ik bijt. En ik kan echt niet met een fel kleurtje echt mooie nagels lakken. Dus ja, toen ben ik maar met deze begonnen. Dus ja, je denkt dat het wit is. Maar ik heb het nu aangebracht. En je ziet hem vrijwel niet. Maar het is wel fijn om met zo'n nagellak die je amper ziet, om daar een beetje mee te oefenen. En ik vind het wel, ja. Het ziet er al een stuk verzorgender uit. Dus ik hoop dat ik het een beetje hiermee kan leren en dat ik dan langzaamaan naar de wat fellere kleurtjes kan. Dat vind ik toch wel het leukst. En ik had nog een goede concealer. Daar was ik echt al super lang naar op zoek. Ik had bij de doeklasje, had ik toen gevraagd om opgemaakt werd van ja. Ik heb echt zo last van donkere kringen. En die vrouw zei, dat is echt niet waar. Je hebt een super mooi gezicht. En dat vindt iedereen van zichzelf. En toen dacht ik, ja, misschien vind jij dat niet. Maar goed, ik zie dat wel. Dus ik wil dat gewoon voor mezelf. Ja, is het wel fijn als ik dat gewoon kan wegwerken. Dan voel ik me daar veel prettiger bij. En ze had een roze concealer aangebracht. En die was wel erg mooi, maar die was me echt te duur. Ik hoorde dat deze van Max Factor erg goed was. Dus ja, ik vond hem wel proberen waard. Hij was 10 euro nog wat. En het is met een soort sponsje werkt het. Maar je kan het er niet echt mee uitsmeren, want hij is vrij hard. Maar ik heb hem vandaag op en hij blijft vrij goed zitten. Hij smeert makkelijk uit en je ziet hem niet zitten. Dus het is, ja, zover ik hem tot nu toe heb gebruikt, vind ik het echt een aanrader. Max Factor Mustard Touch Under Eye Concealer. Er zit niet zo heel veel in, dat kijk. Nou, ik weet niet hoe lang je daarmee doet, maar je hebt niet zo heel veel nodig. Dus. Nou, dat was alles. Morgen ga ik waarschijnlijk nog even kijken voor wat spulletjes. Maar ja, als ik wel weer wat leuks heb gekocht, zien jullie het vanzelf wel. Oké, doei doei.